voor de rest zal ik nooit meer zeggen tegen jullie. Yes, yes, yes! Yes! Hey yo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan wij iets leuks doen. En we gaan jullie meenemen, want... Even... Oh. Nee, ik wil iets zeggen! Wat wil je zeggen dan? Ik wil niet zeggen, jij luistert toch niet? Nou ja, Mama, je moet wel luisteren. Ik ging de vlog openen. Even serieus, oké, zeg maar, wat wilde je zeggen? 7 januari is wat? Wat wilde je zeggen? Ik heb 1 bellenlaar voor mezelf bewaard. En ik heb een blauwe. Papa, wat is een pleuter? En ik heb een roze ook. Oh, en voor de... Huh? Voor de rest ga ik nooit meer zeggen tegen jullie. Niet jullie. Oké, dus je hebt verschillende bellenblazen. Ik heb je gehoord, maar... Wat ik dus... Maar Eva... Hoe heet het? Ik weet dat Laat me met rust! Ik zei... Dan moet jij mij ook met rust laten. Zie je waarom papa zegt dat je geen family hebt? Dit is gewoon een vlog die ik even wil openen. Kan het gewoon even op een normale manier? Ja. Kunnen jullie me ook gewoon een keertje met rust laten, dus? Oké, is goed. Nou, we laten jou met rust, ondanks dat het voor jou... En je laat me echt nooit met... Laat me echt... Fifi, wil je hoi zeggen in de vlog? Je praat echt nooit meer tegen mij. Huh? Wil je hoi zeggen in de vlog? Hoi. Hoi. Nou, wat gaan wij vandaag doen? Want Eva, die is later 4 geworden. En... Weet je wat ik moet doen? Hey, iemand praat tegen jou. Morgen is haar eerste schooldag. Ja, Eva, wil je wel praten of wil je niet praten? Wel praten. Oké, ik wil wel praten. Ga je normaal praten? Wil wel praten. Met respect. Maar morgen is haar eerste schooldag. Mama. En dus, wij gaan even kijken voor de broodtrommel en Mama. De beker. Mama. Waarom maak je het? Door jou kan ik niks. Ze weet eens wat ze moet zeggen. Oké. Nee, is goed. Denk er maar even over na dan. Ja? En dan hebben we het er straks over. Maar goed, anyways. Nu weet ik het. Als ik jarig ben, mag dat knutselen. Ja, Je bent net drie dagen geleden jarig geweest. 5 dagen geleden. Ja, 5 dagen geleden. Je moet nog even 300 zoveel dagen wachten. Ja? Ik ben pas niet 100, hè. In ieder geval, dus wij nemen jullie mee. Wij gaan gelijk. Mag ik nog iets zeggen? Zo'n grote poepoelenbak. Je moet je even daar zitten, want Eva gaat bijna met haar voeten daarop. Ja. Nou, we gaan dus ook gelijk even. We gaan naar de Intertoys, we gaan naar de Zara. Yes, yes, yes! Hallo. Yes! Yes! We gaan naar de Intertoys voor. Heb je geld meegenomen? Ja, wel wat geld. We hebben allebei een portemonnee meegenomen, maar wij gaan naar de Intertoys. Mag deze camera? We gaan naar de Intertoys. Mag deze camera, is een microfoon. Lopen jullie altijd om mij heen te praten? Ik snap het niet. Echt, papa. Ik wil gewoon eventjes gewoon even normaal in de vlog praten. Kan dat? Ja, je kan toch wel praten. Oké, dankjewel. In ieder geval, wij gaan dus naar de Intertoys. Kort lontje. Voor een broodtrommel en een beker. We gaan niet voor speelgoed naar de Intertoys. Hebben jullie dat gehoord? We gaan niet voor speelgoed naar de Intertoys. No! Ja, om gewoon andere dingen te betalen. Je kan wel een broek kopen. We gaan ook naar de Zara, want die hebben een paar nieuwe broeken nodig. Want Fifi's broeken zijn nu ineens allemaal te klein. Mama. Sinds de laatste pas, ze waren gewoon allemaal te klein. Mama. En Eva, die heeft ook een paar nieuwe broeken nodig. Ik heb alleen mijn geld meegenomen. We hebben alleen maar meegenomen. Fifi. Hou even je mond dicht, Fifi. Zo. Mama, ik heb mijn geld meegenomen om speelgoed te kopen. Ja, nee, om maar... andere dingen te kopen. Ja, maar dat gaan we dus niet doen. Want we gaan jouw geld gebruiken. Gewoon, want je gaat een broodtrommel kopen. Nee, ik ga het zelf doen. Ja, jij wilde heel graag je eigen geld meenemen om dingen te kopen. Dus daarmee ga je... Ik wil nooit meer. Je hoeft niks voor mij te kopen. Je gaat een broodtrommel en een beker voor jezelf kopen. Gelukkig heb je al een tas gekregen voor kerst. En dingen gaan we kopen. Ik heb die tas toch En een paar broeken voor jou kopen. En Fifi, die gaat gewoon een paar broeken kopen. Geen speelgoed meer. Ik hoef geen speelgoed meer in mijn huis.
Er is Sinterklaas geweest, er is kerst geweest. Kunnen jullie misschien allebei... Kunnen jullie wat dus, maar goed, dat zien jullie straks in de vlog. Want dit was echt een hele chaotische opening. Even serieus. Nou mensen, we zijn in de Zara en er is een sale. Super druk. Oh my god. Loop maar even. Nee, we zijn nu even voor Vivi aan het kijken en dan straks gaan we voor jou kijken. Dat is te groot denk ik, Vivi. Ja. Kijk, dit vind ik een leuk kleurtje sowieso. Maar jij moet 8 jaar hebben. Wacht even, jij moet 8 jaar hebben. Kijk hier. Ja, ik vind het zo leuk met die flare fit. Kijk eens, doe hem eens bij jezelf. Nou, dit is een hele leuke broek, toch? En nu eentje voor mij. Ja, we gaan zo voor jou. Ook voor 8 jaar, ik wil deze ook. Ja, kijk eens die kleur. Wacht even. Ja, ik vind hem wel mooi. Is dat voor 8 jaar? Ja. Oké. Mooi. Kijk. Eva! Kom! Kijk, 8 years. Eva! Eva is helemaal amazed over gewoon. Welke broek? Vivi is al wel geslaagd voor een aantal broeken. Kom, we gaan kijken. Wat je tot nu toe hebt. Wat ze tot nu toe heeft. Ik moet echt nog wennen aan deze camera, want... Ik moet hem echt zo daarboven houden gewoon. Oké, wat heb je? Ik heb deze. Een flared band. Nog een flared band. Deze. Ja. Ja. En deze is van papa. Oh ja, die is van mij. Ik heb even een vest gepakt voor mezelf. En die... Vivi heeft allemaal nieuwe broeken nodig, dus we gaan echt voor de broeken. Maar wil je ook nog kijken voor het truitje? Kijk dat andere kind daar, even serieus. Eva! Kom eens hier! Ai. Ja, Vivi ziet hier dus een broek. Die ze echt heel erg leuk vindt. Ik heb deze thuis vandaag. Heb je die al thuis? Ja, een witte heb je. Kijk, maar ze wil dus... Oké, laten we eventjes... Eentje voor... Vivi heeft bij Zara altijd een maatje groter. Nou, als, zolang Eva daar voor het raam blijft, is dat 8? Nee, ik ben het monster haaien. Is dat 8? Wat erop staat? Nou, wat vinden jullie van deze tas? Laat jullie in de comments even weten, want Vivi die wil deze tas heel graag. Hij is wel echt heel leuk, maar Vivi heeft al zoveel tasjes. Die heeft echt al heel veel tasjes, hè? Ga je die weggeven? Kijk, maak je neus schoon. Sommige tasjes vind ik niet meer mooi. Ze zijn helemaal beschadigd. Beschadigd? Wat zeg jij nou? Even serieus. Oké, maak je neus schoon. Vivi is echt heel erg verkouden al een paar dagen. Dus, ja, maar wij zijn nu niet op jouw afdeling. Wij zijn nu op Vivi's afdeling, dus we gaan zo naar jouw afdeling. Ja. Wat zeg je? Even geduld, ja? Laat die pop met rust. Laat die pop met rust. Ai, ai, ai. Mensen, dus Eva, die wil heel graag een tas hebben. Laat ze je tas zien. Dus ze is me letterlijk aan het smeken voor die tas. Laat me die tas zien dan. Kijken dan. Ja, anders weet ik niet of ik hem ga nemen, hè. Eva. Kijken. Wie gaat hem nemen? Kijken. Kijken. Oké, ga staan dan. Ik wil zien. Wij zijn dus in ieder geval klaar. Eva, die wilde heel graag ook deze tas. Wat vinden jullie van deze tas? Laat het even in de comments weten. Eva heeft al zoveel tasjes, maar ze wil deze heel graag hebben. Wat vinden jullie? Ja of nee? En nee, hoeft nog niet. Want we weten nog niet of we hem gaan nemen. Oké, maar dat past niet. Ik moet hem eerst verstellen, kind. Oké, laat. Even, we kwamen voor Eva voor broeken. We hebben dus 3 leuke broeken gevonden. Die ze gaat aandoen voor school. En dan hebben we hier
Vivi's stapel. Nou, Vivi, we gaan dat wel even in een andere video laten zien, ja? Alles wat je hebt gekocht. Oké? Okay? Nou, laten we gaan afrekenen. Oké? Okay? Ja, we gaan thuis nog passen. Oh ja, en wat het leuke is, is van de dames die gaan gewoon met hun eigen geld betalen vandaag. Die dames gaan met hun eigen geld betalen vandaag. Dus. Mama, mag ik op die tas? Nou mensen, we hebben eindelijk afgerekend. Eva, kom! En we gaan eindelijk de Zara uit. Ja, verkeerde? Geef niet. Goed vasthouden, Eva. Eva, ga maar staan en doe je jas aan. Eva. Oh ja, ze is dezelfde leeftijd denk ik, hè? Nou, we dachten dus dat we eindelijk de Zara uit mochten, maar uiteindelijk is Vivi dus vergeten haar... Kijk. Ze had nog haar tasje om. Kijk hier, ze had nog gewoon haar tasje om en de alarm bleef maar afgaan. En wij dachten, wat is er aan de hand? En uiteindelijk mochten we doorlopen, want die man had het zelf ook niet door dat ze dat tasje om had. Maar uiteindelijk... had hij het door, dus we komen hem nog even betalen. Maar Vivi voelt zich helemaal schuldig. Hoezo? Omdat ik nu bij die op. Nee, zomaar. Je hebt het toch niet expres gedaan? Je hebt het niet expres gedaan, dus dat maakt niet uit. Kom. Oh my god, mensen. Het is zo erg koud. Maar ik ben zo blij dat we eindelijk uit de Zara zijn. En we gaan nu naar... Waar gaan we nu heen? Oh, deze camera volgt mij. Dus ook al wil ik hem... Eva richten, ja. Als de wind te hard gaat, kan ik niet meer ademen. Als het te hard waait, bedoel je? Oh, oké. Okay. Nou. Dus kijk wat, ik ga de camera draaien. Je kan wel ademen. Oké, okay, ga maar. Loop maar voor. Oh my god, deze camera. Ik moet echt wennen aan deze camera, mensen. Ik moet hem nog uitvogelen. De winkel. De winkel, ja. Wat? Lopen. Ja, loop maar. Oké, Eva. Nee, wat wij hier gaan doen is kijken voor een broodtrommel en een beker. Ja, heel leuk. Kom. Kom, we gaan kijken voor een broodtrommel. Zo, kijk een grote Spiderman. Oh my god. Ja, dan moeten we doorlopen. Nee, nee. Kijk hier. Oh, hier hebben ze wel echt heel weinig. Oh, hier hebben ze wel echt heel weinig. Oh, kijk, ze hebben wel unicorn. Dat wilde jij toch? Mama, kijk dan. Ja, gevonden. Oh, van Gabby. Ja. Ja, heel leuk. Oké, nou, laten we even verder kijken, want echt klein assortiment dit. Serieus. Dus Eva, kijken. Welke heb je gekozen? Maar ga je... Nee, je hebt geen schaar nodig. Jawel, we hebben geen thuis... Luister, we hebben geen schaar nodig. Nee, we kwamen voor de broodtrommel en voor een beker. Kijk, kijk die beker ernaast, die hoort er ook bij, hè? Ga je de beker pakken? Kijken. Mag ik zien? Dus we hebben een unicorn. Deze is wel echt heel mooi hoor, Eva. Oké. Okay. Nou, dan hebben we het. Kunnen we verder gaan? Hey, klein speelgoedje. Vivi, nee. Klein. Even serieus. Klein. Nou, het was de bedoeling dat we geen speelgoed gingen kopen, maar uiteindelijk... Is dit dus... zijn ze toch aan het kijken voor speelgoed. Even ja, serieus. Ja, mits het zelf betalen. En het binnen hun eigen budget zit. Dus nee. We gaan zien. En Eva die is daar met Noorie. Noorie is net gekomen. Eva die is pas jarig geweest. Dus nu mag ze van Noorie iets uitkiezen. Dus dat is ze nu aan het doen.
Is dat het? Ja. Oké, okay. Okay, let's go. Oké, okay, kom, we gaan. Ja, maar dat... Nou, ladies. We hebben lekker chocolade, warm chocolademelk. Drink smakelijk. Eet smakelijk. Wat heb ik? En wat is dat dan? Tuna melt. Wat? Dat is koffie. Dat mijn haar te strak zit. Nu pas kom je daarachter. Oké, okay, nou. Weet dan... je wat het is? Ze wilt gewoon gekrabbeld worden aan haar hoofd. Ja. Ik denk is dat het. Ja. Nou mensen, de kids die liggen eindelijk in bed. En ja, ik heb mezelf ook even klaargemaakt voor bed. Althans, ik ga nu niet naar bed. Ik ga nu even nog een paar dingetjes editen. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En tot in de volgende video. Ik denk dat we in de volgende video jullie gaan laten zien wat Vivi allemaal heeft verkocht. Want het is echt heel leuk wat ze allemaal heeft verkocht. Ze heeft ook wat dingetjes klaargelegd voor school, voor morgen en zo. Wat ze gaat aandoen. Maar ik ben wel echt heel, heel erg kapot. Want Eva heeft mij echt serieus gewoon echt para gemaakt in de stad. Ik had het warm. En Zara moet echt kappen met die zelf... scan kassa en alarmpjes eraf halen en weet ik veel wat. Mensen hebben gewoon geen tijd. Dus dat was echt vervelend. Maar goed, ik zie jullie in de volgende vlog. Oké? Okay? Oh, en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Oké? Okay? Abonneren, klik op het belletje. Dan weet je zeker dat je een melding krijgt op het moment dat ik een nieuwe video post. En I see you later. Oké? Okay? Bye!